Deze week in Ede TV Nieuws. René Verhulst wordt de nieuwe burgemeester van Ede. Kwaliteit is leidend voor de keuze van de beste burgemeester die wij ons kunnen voorstellen. En uit de lijst van mensen die gereageerd hebben, is dit de beste geweest. Eten op rolletjes was weer een groot succes. Gezien de voorgaande jaren en deze dag, denk ik 10.000 man, 15.000 man, zoiets. En deelnemers van de Europa-run deden in Ede nieuwe energie op. Wij zijn er echt voor de lopers en de fietsers. Dit is Ede TV Nieuws. Woensdagavond 7 juni werd CDA'er René Verhulst door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ede. De 56-jarige Verhulst is momenteel burgemeester van Goes. Hij gaat burgemeester Van der Knaap opvolgen die per 1 september met pensioen gaat. We zijn in ieder geval blij met deze keuze. We denken dat het een hele goede burgemeester kan zijn. We verwachten dat hij visie heeft, dat hij doorpakt en dat hij er voor alle inwoners is. Nou, ik kan hem natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij lid is van het CDA, want dat ben ik zelf ook. Dus dat is geen slecht idee. Maar het is een burgemeester, zoals je dat net al aangaf, voor iedereen. Het is een burgemeester die we met volle overtuiging met elkaar hebben gekozen. Dus ik ga ervan uit dat hij burgemeester voor iedereen is. Zo heeft hij zich ook gepresenteerd. Dus ik zie er van harte naar uit om met de heer Verhulst, René Verhulst, samen te gaan werken. Er waren 17 sollicitaties binnengekomen. En hoe gaat het dan verder? Ja, zoals je weet zijn de sollicitaties binnengekomen bij de commissaris van de Koning. En die gaan het selecteren. En als vertrouwenscommissie hebben wij een bezoek gebracht aan de commissaris. Zijn we ieder kandidaat langs geweest. We hebben gekeken naar cv's, inhoud van de brief. En we hebben gekeken dus naar de competenties. En daaruit ontstaat er dan een shortlist. En die shortlist hebben wij uitgenodigd. Geen vrouw. Nee, dit was gewoon voor mijn gevoel ook de beste. En ik had wel een voorkeur voor vrouw, dat heb ik ook geroepen. En ik heb ook nadien wel gezegd van het gaat om de beste persoon. En dat was dit keer een man. Ja, zoals hij zich net ook kort presenteerde, het is een toegankelijke man. Het is een enthousiaste man en ik zie ernaar uit dat hij dat wat hij in zich heeft, dat enthousiasme, die toegankelijkheid, verbindt met iedereen die in Ede actief en betrokken is. Burgers, bedrijven, organisaties, Food Valley en daar zie ik enorm naar uit. Wat viel op bij meneer Verhulst waarom u zei als vertrouwenscommissie, ja, die moet u hebben? Hij komt authentiek over. Hij knoopt het gesprek makkelijk aan. Dat is wel heel erg handig als het gaat om een burgervader. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat wij in Ede in eerste instantie gezocht hebben naar een burgemeester die als burgervader kan acteren. Want hij is er in eerste instantie voor de burgers van Ede. Hij is net even live in de raadzaal geweest via een verbinding. Wat was uw eerste indruk? Nou, voor mij was het niet de eerste indruk, want ik was lid van de vertrouwenscommissie en heb hem dus al gesproken in een selectiegesprek. En ik vind een hele prettige voorkomende figuur en ontspannen en wat ik eigenlijk al net zei, hij legt goed verbinding, hij is een prettige gesprekspartner, dus dat vind ik al hartstikke mooi. Hij komt zeer betrokken over, hij is intelligent, heeft zijn ervaring ook op het snijvlak van academisch, maatschappelijk en als bestuurder als burgemeester, maar ook als wethouder. Dus hij kent het klappen van de zweep. En ja, hij is als mens gewoon makkelijk benaderbaar. En hij legt makkelijk de contacten. Nou, ik denk dat hij eerder wel gaat bekijken en eerder nog verder gaat brengen dan burgemeester Van der Knaap heeft gedaan. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Het was een heel goed gevoel. Tijdens het Pinksterweekend werd Europa-run gehouden. In teams liepen en fietsten deelnemers ruim 500 kilometer. De route van Hamburg naar Rotterdam kwam in de nacht van zondag op maandag door Ede. Traditiegetrouw konden deelnemers in de brandweerkazerne aan de Breelaan nieuwe energie opdoen. In ieder geval hebben wij de traditionele pannenkoeken die we bakken. Maar het draait natuurlijk allemaal om de teams die al hardlopend onderweg zijn van Hamburg naar Rotterdam. We hebben er op dit moment 440 kilometer op zitten. En middels de muziek, ja, een beetje luid, zo 's nachts, proberen wij ze nog een hart onder de riem te steken, zodat ze allemaal Rotterdam kunnen halen. In totaal 90 teams die langskomen. En nu hebben we een anderhalf, twee uur dat ze heel dicht op elkaar zitten. Maar de eerste kwam om 1:15 en de tweede 1:45, dus dan is het wat erg rustig. We hebben 17 teams die langer bij ons blijven.
Die slapen hier, die douchen hier, die worden hier gemasseerd beneden in de brandweerkazerne. En we hebben alles verbouwd om die teams te ontvangen. Ja, klopt. Ik heb nu net een uurtje geslapen. Anderhalf van mijn team komt nu binnen, daar komen ze. Ook toevallig. En ik ga nu verder, ik ga aantikken en ik ga het van ze overnemen. Het is geweldig leuk. Ondanks alle pijntjes en slaapgebrek. Slaapgebrek vind ik niet zo erg. Pijntjes zijn vervelend, maar daar ga je doorheen lopen. Want je wilt het eind bereiken. Ja, zo simpel is dat. Want hoeveel kilometer zitten nu in de benen? Ongeveer 60. En we hebben er nog een halve marathon te gaan ongeveer. We wisselen elkaar af. We hebben twee teams van vier die elkaar afwisselen. En binnen die teams van vier heb je estafetteloopjes van 1,5 kilometer. Ja, ze hebben natuurlijk een donker stuk over de Veluwe gehad. Hoenderloo, Otterlo en dan hier. Een naar donker stuk. Zo gaat het hier de hele nacht. Wij zijn er echt voor de teams. En wat minder voor het publiek eromheen. En hoe belangrijk zijn dit soort momenten tijdens de loop? Interviews bedoel je? Of? Nee, ik bedoel zo'n doorkomstplek waar u een beetje kunt rusten, koffie kunt drinken, pannenkoekje eten. Nee, geweldig. We hebben een aantal van dit soort plekken, dus waar heel alle teams samen zijn. We waren afgelopen keer op een plek waar we alleen waren. Dit is wel veel gezelliger, hè, omdat je uiteraard andere mensen ontmoet. Ja, zeker. Met de onthulling van een informatiebord gaven wethouder Johan Weiland, Lammert Boeven, directeur van bouwbedrijf Noordersluis en Michiel de Bruyne van Bouwinvest het officiële startsein voor de bouw van woningen in de monumentale Elias Beekman-kazerne. Daarop volgde een rondleiding per Segway. Een aantal woningen wordt aangepast voor ouderen met startende symptomen van dementie. De Elias Beekman-kazerne staat sinds 2010 leeg. Donderdag 8 juni kregen bewoners van de Hondskamp in Lunteren een zogeheten tovertafel van Rotary Ede Kernhem. Doordat de tovertafel al opgesteld stond, konden de ouderen er meteen mee aan de slag. Een tovertafel is een tafel die via lichtjes ouderen met elkaar en met hun omgeving verbindt en beweging stimuleert. De Hondskamp heeft meerdere sponsoren gevonden die garant staan voor de kosten het project door te laten lopen. Brugklassers van het streek Zandlaan hebben onderzoek gedaan naar duurzaamheid. De resultaten presenteerden ze op een markt waar ook wethouder Leon Meijer te gast was. De leerlingen maakten voor het onderzoek excursies naar onder andere het ACV en de windmolens. Rick en Joey kregen een prijs uitgereikt van de wethouder omdat ze de mooiste duurzaamheidsselfie gemaakt hadden. Om naast duurzaamheid ook aandacht te vragen voor de gezonde school, werd er een watertappunt onthuld. Van gehaktballen in jus tot Mexicaanse vis en van cocktails tot oesters. Tijdens het Pinksterweekend konden liefhebbers van eten hun hart ophalen bij ruim 30 foodtrucks bij Eten op Rolletjes. Dat trok een hoop publiek. Ja, eigenlijk het idee achter is wel, wat we heel leuk vinden, is dat je zeg maar op Eten op Rolletjes kan je bij wijze van spreken 5-6 verschillende keukens proberen waar je normaal gesproken eigenlijk nooit aan zou denken of niet bij uit eten zou gaan of je zou niet zo snel bij een Libanees restaurant gaan eten of iets dergelijks. Maar hier kan je voor een relatief lage prijs kan je gewoon wel meerdere dingen proberen. Je kan met z'n allen met vrienden aan tafel zitten, met familie. En zo heb je gewoon een hele gezellige dag uit, denk ik. Dat is vooral, dat moet gewoon gezellig zijn en mensen moeten kunnen genieten van lekker eten en gezelligheid. We serveren visgerechten met een draai. We geven Mexicaanse draai aan bekende visgerechten, dus niet zomaar kibbeling. Maar we maken bijvoorbeeld een vistaco van ceviche. Dat is vis gegaard in limoensap en zout. Dus we proberen iets tropischer van te maken met dit weer. Gaat het zeer goed hier. Het zijn handgemaakte Napolitaanse pizza's. We maken het deeg helemaal zelf. En hout over, dus helemaal traditioneel. En gisteren en eergisteren was het super voor elkaar. Dus ik hoop dat het vandaag weer hetzelfde gaat gebeuren. Gisteren waren we leeg verkocht. En nu dus snel nieuwe ingrediënten gehaald? We hebben vannacht tot 4 uur doorgedraaid. Om nieuwe pizza's te maken. En dan tot vanavond laat door? Tot vanavond laat door. En morgen zien we wel weer. Een Hongaarse maaltijd. En bevalt het? Het is lekker. Nachos in ieder geval, dat weet ik wel. Volgens mij is het pulled pork nachos. En smaakt het goed? Ja, ik mag niet klagen. Ik ken alles wel lekker erop, daar ben ik wel eerlijk in. En gaat u nog meer halen straks? Andere gerechten? Die kans is wel aanwezig. 4 jaar geleden startte het festival in Ede. Omdat het festival goed aanslaat, wordt het sinds vorig jaar in meerdere plaatsen georganiseerd. Dit jaar doet het festival 10 plaatsen aan. Ede blijft wel de thuisbasis. We hoeven hier niet meer te vertellen aan mensen wat het is, maar we moeten wel ons best doen om het leuk te maken en om weer anders te doen. Maar het voelt wel echt als thuiskomen, ja, absoluut. Absoluut. Pulled pork nacho. En waarom dit? Ja, omdat we hier dichtst in de buurt zijn en er ook lekker, het zag er lekker uit.
We gaan niet alles proberen vandaag, maar... Maar wel veel. Wel veel. Zoveel foodtrucks bij elkaar geeft niet alleen het publiek een ruime keuze, ook de koks doen er nieuwe inspiratie op. Ja, ik zie altijd leuke dingen bij collega's staan. Dus ja, kleuren, hoe je dingen ophangt, de lampjes, daar kan je altijd iets van oppikken. Ja, ik heb heel goed om me heen gekeken. En ja, er zitten wel een paar dingen bij. Dan denk ik echt bij mezelf van nou, dat vind ik wel heel gedurfd. Maar dat zie je ook, daar staan ook gewoon mensen voor en dat wordt gegeten. En ik heb nog niet iets wat ik echt zelf mee terug zou willen nemen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. De diversiteit vind ik wel echt heel knap. Dat is echt goed. Zo'n 2500 kinderen liepen mee met de Edese avondvierdaagse van wandelsportvereniging Blauw-Wit. De start en de finish van de avondvierdaagse waren op het Marktplein. Doordat er veel ouders meeliepen, ging het bij elkaar om zo'n 4500 personen. De avondvierdaagse is vier avonden lopen over de afstanden 15 of 15 kilometer. En dat is allemaal door het bos of door de, ja, zover om bij het bos te komen, door de straten. Het is de eerste keer, maar ik heb bij scouting heb ik ook al eerder de 10 gelopen. En hoe ging dat toen? Toen was ik helemaal vermoeiend, maar gisteren heb ik ook 10 gelopen. Toen was het ook vermoeiend. Ik zeg niet dat ik zo moe ben dat ik nu neer zou vallen, zo, maar ik kan nog wel doorlopen. Nee, er zijn elk jaar wel andere routes. Dus dat is elk jaar weer anders. En die gaat de club dan zelf zoeken van hoe zullen we dit jaar lopen? Dat zoeken we zelf helemaal uit. Dus dat is ja, een beetje werk, hè. Dus elke keer mooie weer aan de kilometers komen. Voor elke afstand. Ik vond het gewoon leuk. Het is de eerste keer. Dus je weet nog niet precies wat je te wachten staat? Nee, niet echt helemaal. Maar ik ben gisteren wel meegelopen. Ging het gisteren goed met de eerste dag? Ja. Ja. Vanwege de grootte van de groep moet er goed aan de veiligheid gedacht worden. Zo zitten er voordat de stoet het bos bereikt meerdere punten in de route waar de deelnemers over moeten steken. Overal staan ze wat verkeersregelaars. Politie doet geen verkeer meer regelen. Dus dat moet je zelf voor zorgen met de regelaars. Officieel regelaars zijn dat. En die regelt u dan zelf? Die regelen wij zelf. We hebben zelf ook een opleiding dat we mee doen. Maar we komen soms mensen tekort, moeten we ze ergens anders halen. Hè? Ik heb niet geoefend, ik loop gewoon soms. En dat gaat goed? Ja. Tijdens de eerste etappe, dinsdagavond 6 juni, regende het flink. Maar volgens de organisatie leverde dat geen noemenswaardige problemen op. Ze hebben allemaal van de school een papier gehad dat ze zelf voor regenkleding moeten zorgen. Dus daar is allemaal op gerekend. Best wel goed. Alleen ik had geen waterdichte schoenen aan. Ging het wel goed dan? Want mijn sokken waren helemaal nat. En mijn schoenen waren ondergelopen. Hoogtepunt van de vierdaagse is de aankomst op vrijdagavond, als het er voor de deelnemers op zit. Daar wordt tijdens de eerste etappes al flink naar uitgekeken. Oh, dat is een feest. Dan hebben ze allemaal schik. Dus dan, en je hebt de muziek erbij. Dus dan is het één groot feest. Ja, ik heb echt super veel zin in. Ik ga juist vrijdag. Ja, ja, ik heb ook wel zin in. Maar jullie gaan het wel redden? Denk het wel. Gisteren heb ik het ook gered, dus. En jij ook? Ja, ik denk het wel. Op zaterdag 3 juni werd het Heide Judo toernooi in Sporthal de Peppel gehouden. De hele dag door werden er in verschillende leeftijdscategorieën wedstrijden gespeeld. Het is een populair toernooi waar niet alleen Nederlanders op afkomen. Nee, er zijn ook buitenlandse judoka's. Ze hebben Belgen judoka's, ze hebben Duitse judoka's. En er zijn de 1 Braziliaanse dames die komen judoën. Die was bij mijn dochter op de kamer om stage te lopen. En die vond het zo leuk om hier in Ede te komen judoën. Ik was heel enthousiast. I think it's my first big tournament that I have in another country. So it's very important to me and I'm so happy to be here. Ik kom uit Bunschoten Spakenburg. Dat ligt bij Amersfoort, Utrecht in de buurt, midden Nederland. Dus, En hoe oud was je toen je begon met judoën? Dat zal zijn een jaar of 7 denk ik, maar dat was meer recreatiejudo. Toen ik naar de eerste ging, dus toen ik 12, 13 jaar was, begon ik echt met wedstrijdjudo. Ik heb gejudo'd en ik heb 3 wedstrijden gespeeld. Ik heb ze alle 3 gewonnen, dus nu ben ik eerste. Gefeliciteerd. Is dit de eerste wedstrijd dat je eerste wordt? Nee, dit is de tweede keer. It's a very good experience for me. To be here and I'm so happy with this opportunity to be here and I'm so glad for this. Het is de 24e. En dat is van begin af aan ben ik daarbij bij betrokken al, ja. Dat is 24 jaar. Veel spelers komen naar het Heide Judo toernooi voor de zogeheten danpunten.
Deze punten hebben de spelers nodig om een hogere graad te bereiken. Ja, ik wou voor de tweede dan. Ik heb nu de eerste dan, dat is gewoon zwarte band. En de tweede dan is dan een stapje erbij. En ja, dan moet je dan 100 punten halen. En bij elke gewonnen wedstrijd krijg je 10 punten. En als ik dan 100 punten heb gehaald, dan hoef ik minder dingen te doen tijdens dat tweede dan examen. Dus nou ja, dat scheelt wel weer in de voorbereiding. Dus dat scheelt dat in de stress, zeg maar. Dan heb je minder stress. Dus. Ja, alles verloopt naar wens. Naar een hele turbulente opstart. Vanmorgen moesten we om 5 uur al de mat gelegd, maar gisteravond was de Ramadan Cup. En mochten we niet de zaal in, waren ze allemaal foutjes van sportservice. Die hadden dat niet goed geregeld, hadden niet goed in de agenda gekeken. En wij waren daarmee opgescheept en moesten we in plaats van vrijdagavond de mat leggen, moesten we dat vanmorgen om 5 uur doen. En dat is niet zo leuk werk, nee. Als je dan de hele dag hier moet rondlopen, dan gaat het steeds zwaarder wegen.